Wat ben je hier precies aan het doen? Wij zijn van het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda. En we geven hier handmassages. En waarom is dat goed voor mensen met reuma? Puur voor de ontspanning is het eigenlijk. Ja, even lekker je handen laten verwennen. En is het inderdaad verwennen, mevrouw? Nou, het is inderdaad heel erg ontspannend. Het is maar goed dat die hand aan me vastzit, anders zou die hier blijven liggen als ik opsta dadelijk. Zo lekker? Zo lekker ontspannend voelt het. Ja. En wat heeft u precies, als u dat wilt zeggen? Ik heb spierreuma op dit moment, maar dat gaat over. Dus geen blijvend reuma-patiënt. Je bent net bij een lezing geweest. Waar ging die over? Die ging over het verschil tussen mannen en vrouwen. En de verschijnselen van de ziekte, de soort reuma. En het effect van medicijnen, het verschil tussen mannen en vrouwen. En waarom vond je dat interessant? Toch, je wordt er een soort mal gegoten vaak als vrouw. Ja, het is dan vooral bij vrouwen dat ze er dan achter komen dat medicijnen anders werken. Het is natuurlijk een breder probleem. Het is niet alleen bij reuma dat zo is. En ik vind het interessant om te kijken hoe ze daar nu mee omgaan en wat voor onderzoeken er plaatsvinden en wat voor innovaties daarin zijn. En wat staat er nog meer op het programma? Ik wil zo meteen naar een workshop over beter verslapen. En, last met slapen? Ja, weet je wel. Ja, dus die lijkt me heel leuk. En ik wil nog naar een workshop over voeding. Dat vind ik heel interessant. Vooral dingen die je zelf kan aanpakken. Dat vind ik interessant. Veel succes vandaag. Ja, dankjewel. En veel plezier. Dankjewel. Annemarie, je hebt net je eerste workshop gegeven. Hoe ging het? Ja, het ging heel goed. En ik vind het zo leuk dat mensen ontzettend enthousiast zijn. En het maakt niet uit of dat het patiënt is of dat ze uit de zorg komen of uit het verenigingsleven. Maar ze zijn allemaal met vol enthousiasme hier aanwezig. Dus het geeft wel heel veel energie. En wat voor workshop geef je precies? Ik spreek hier namens NL Actief. Wij zijn de samenwerking sinds kort aangegaan om mensen ook laagdrempelig naar fitnesscentra te krijgen. Die hebben van ons een keurmerk, dus dat er ook op een veilige manier fitness gedaan kan worden. En in die hoedanigheid geef ik eerst even een praatje. Wat doet NL Actief? Wat kan het voor jullie betekenen? En Stefan, mijn collega, die gaat dan ook daadwerkelijk met zijn beweging. Dat hoorden we inderdaad al net, want mensen die aardig hadden zitten zweten. Ja, precies. Het is hier ook hartstikke warm geworden met al die kacheltjes. Maar goed, mag de pret niet drukken. Dus we gaan zo meteen nog een keer een uur inzetten. Maar het feit dat mensen enthousiast zijn over bewegen in fitnesscentra, daar ben ik wel heel erg enthousiast over. Wat voor workshop heb je net gedaan? De fitness. En? Ja, dat was wel heel leuk. Ja, gewoon simpele oefeningen waarmee je toch je spieren losmaakt. En wat ga je nog meer doen vandaag? We wouden naar pijn en vermoeidheid, maar die zat net vol. Dus we wouden nog naar de gezonde voeding en de mindfulness. Om ook te leren ontspannen. Ja, precies. Dames, wat zijn jullie hier vandaag aan het doen? Wij schrijven complimentjes. Wat voor complimentjes? Complimentjes voor de mensen die hier lopen op basis van de eerste indruk. Oké, en wil je er eentje voor mij maken? Ja, tuurlijk. Wat is je naam? Margriet. Duurt wel een paar minuutjes, maar goed. Dan gaan wij het filmen en dan komen we zo ophalen wat je over mij hebt geschreven. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Ga ik hem straks even voorlezen. Magische Margriet. Wat een heerlijke sprankeling ligt er in die ogen.
Wat een prachtige open lach heb jij. Bij jou durven anderen helemaal zichzelf te zijn, zo warm en zo liefdevol. Een prachtvrouw met een moedig hart en eindeloos veel doorzettingsvermogen. Yes. Nou, wat lief zeg. Dankjewel. Jessica van de fototentoonstelling. Ja, vertel er eens over. Ik ben in mijn tijd dat ik in een stamceltransplantatie in het ziekenhuis lag, heb ik me heel erg gerealiseerd tussen hoe onbekend mijn aandoening was. En toen dacht ik, ja, ik kan erover gaan blijven mopperen, maar ik kan er ook iets mee doen. Dus toen heb ik uiteindelijk een plan opgevat om een reizende foto-expositie te gaan starten. Waarin we juist mensen met sclerodermie op de foto zetten, maar waar we niet de sclerodermie de aandacht geven, maar de mens achter de sclerodermie. En ik merk vandaag ook weer hoe bijzonder het is, want het geeft reden tot gesprek. Mensen die nog nooit van sclerodermie hebben gehoord, die komen naar ons toe en die vragen wat is dat dan precies? En je geeft mensen iets mee waarvan ik denk zo, daar hebben we weer wat mensen bereikt. Positieve reacties? Absolute positieve reacties, ja. Dus we hopen dat die foto's dat ook teweeg brengt. Dat mensen denken, oh wat is dit? We willen er meer van weten. Wij gaan even een rondje maken. Ja, doe maar. Alle werken hangen hier omheen, dus succes. Vind je het hier tot nu toe? Hele ontspannen sfeer. Wel lekker. Wat heb je allemaal al gedaan? Wij zijn bij de opening geweest. Daarna zijn we bij een workshop geweest over intimiteit, seksualiteit. En we hebben net lekker gegeten. En wat zijn je plannen nog voor de rest van de middag? Ja, een aantal workshops hebben we aangekruist en lezingen. En kijken wat haalbaar is, want het is ook wel veel natuurlijk. Dus een relax programma. En heb jij zelf een vorm van reuma? Ik niet, mijn vrouw. Ja. Dus je bent eigenlijk mee als partner van, om te kijken... Ja, we kijken, twee zien meer dan één, maar ook, ik bedoel, het heeft impact op beide. Dus zo proberen we ook samen even naar te kijken. Grote drukte hier in het Help Mee Café, Henk. Drukke dag. Ja, best wel. Er zijn natuurlijk heel veel donateurs, dus daar zijn we heel blij mee. En daarom op zich, omdat er al heel veel mensen donateur zijn, doen we qua donateurschap niet zo heel veel zaken. Maar dat geeft niet, want de mensen zijn al heel erg bekend met Reuma Nederland. En wat vind je er tot nu toe van? Ja, erg leuk. Hele verschillende mensen. Oud, jong. Ieder heeft zijn eigen verhaal, dus erg leuk om te ontmoeten. En kom je zelf ook nog wel een beetje toe om iets anders te doen? Nee, dat schiet er een beetje bij je. Maar dat geeft niet, dat komt later wel weer. Succes nog. Ja, dankjewel. Meneer, even aan het uitrusten. Ja, even aan het uitrusten en... Even moed verzamelen om en volgende dingen te gaan. Wat gaat u nog doen? Handmassage willen we doen. En heeft u al wat leuks gedaan vandaag? We hebben bij de lezing gezeten. En ik ben niet zo flexibel. Dus vandaar. Gewoon op uw eigen tempo? Ja, precies. Een mooie dag. Het is een leuke dag. En leerzaam. Veel plezier nog. Dankjewel. Uw vragenuur is zojuist afgelopen. Waar ging het over? Sjeukeren. Syndroom van Sjeukeren. En dat heeft u zelf? Ja. En heeft u er wat aan gehad? Ja, het heeft veel duidelijkheid gebracht in wat er nog meer kan zijn dan alleen maar je ogen, je mond en je vagina. Dus leerzaam. Complexer dan ik dacht en daardoor ook leerzaam. En was het ook wat u ervan had verwacht? Dat ik had gehoopt, ja. Dus voor mij helemaal goed om hierbij te zitten. En wat gaat u nu nog doen? Ik ga naar de lunch. En ik wil vanmiddag nog naar mindfulness. Succes en veel plezier. Dankjewel. Goed gedaan hier. Dankjewel.
meneer, wat is dit voor mooi pianospel? Ik probeer een beetje de sfeer er goed in te houden. Reuma is een wat serieuze onderwerp, maar het zou mooi zijn om een beetje gezelligheid erin te houden, toch? En er is een mooie vleugel hier, ja. Ik kon u niet laten staan? Nee, is misschien ook wel een teken aan de wand. Mensen met reuma kunnen niet allemaal piano spelen, dus dat gun je mensen wel. Dus misschien een beetje mooie muziek erbij, dat is leuk. Ik hoop dat gewaardeerd wordt in ieder geval. Klonk goed hoor. Ja, dankjewel. Mevrouw, hoe was het vandaag? Ja, we vonden het wel interessant. Is dit de eerste keer dat zoiets gebeurt? Oh, juist. En wat vond u het leukst? Nou, eigenlijk een beetje alles. Wij hadden niet echt vragen, want mijn man heeft het reuma, maar ik niet. En hij heeft niet echt veel klachten, want hij heeft een goede reumatoloog, een goede behandeling, goede medicijnen. Dus wij maar het geheel vonden weer en ook met mensen gepraat hebben is ook wel leuk. En voor u, meneer? Ja, ook, het was leerzaam, hè. De reden daar in de grote zaal, die mevrouw, die gaf ook een mooie lezing. En nu op naar huis? Nu gaan we op huis aan, ja. Ja. Er was boven nog iets, dat vond ik dan wel interessant, maar dat zat alweer vol. Dat was iets van voeding. Maar het is goed geregeld. Ja. Nou, fijn om te horen. Ja. Goeie terugreis. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dit was het dan, de allereerste editie van Rond Reuma Live op deze Wereldreumadag 12 oktober. We vonden het hartstikke leuk om te doen en we hopen dat u ook genoten heeft van het kijken, de livestream. Tot volgend jaar!